Lieverd. Lieverd. Doreen. Het kan toch niet, hè, jongens? Als het nou een paar dagen later was geweest. Nou zijn we vrij. Al is het het laatste wat ik doe... Die Niels gaat eraan. Die vuile fascist, die pakken we. Hoe dan ook. We mogen dit nooit vergeten. Dat zijn we aan Arie verplicht. Ik lever mijn wapen niet in. Nooit. Zet je de vuilniszakken buiten? Ja, schat. Valt niet mee, hè, ouwe? Ik ben toch bijgebleven, hè?
alleen voor bussen, meneer. Nee, ik ben zo weer terug. Voor personenauto's verboden, meneer. Ah, doe niet zo veel. Er is nog ruimte zat. Alleen voor bussen. Ach, kloot zou ik zo de bieten. Ai. Als hij spijt, wens je terugkomen. Ik lever mijn wapen niet in. Nooit. Curry, informeer even voor deze mensen de computer hebben. En zo niet, informeer wie dan wel. Alleen de adres. Is er haast bij? Kwestie van leven en dood. De hele middag weg. Thank you.
Het geld. Alsjeblieft. 50 mil. Holen. Ik heb vast je neven gekocht. Zwart. Van jullie centen. Kom. Arie. Bind in los. We drinken nog een glas. Eerst dat geld oprapen. Oprapen! Zie nou wie een hond. Dat moet hij ook blaffen. Blaffen! Ik blaf niet. Ik tel tot drie. Ik zal je wel krijgen na de oorlog, smerige landverraaier. Blaffen. Eén. En dat duurt niet lang meer voor je. Hitler is dood, de Russen staan in Berlijn. Blaffen. Twee. We pakken je, het is een kwestie vandaag. Blaffen. Drie. Jij gaat eraan na de oorlog. Jij gaat eraan. Blaffen. 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 Blaffen! 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 Wilt u even tekenen? Oh ja, dat zijn die adressen waar u om vroeg. Ik heb de telefoonnummers toch ook maar bijgezet. Was lastig? Nee. Nou, alleen die vrouw. Er zat een gat van een paar jaar, Amerika of zo. Oh ja, en eentje ligt in het ziekenhuis, een of andere rustkuur. Wat ik doe. Die Niels gaat eraan. Dag Ben. Op. Heeft mijn vrouw je gestuurd? Je vrouw? Wel nee. Ik bel er toevallig. Je liegt. Ze trommelt iedereen achter mijn rug op van ga jouw vriend Ben eens opzoeken voor. Wat zeg je nou? Op.
kerel. Dat is een tijd geleden. Nou, meer dan 20 jaar, hè? Kom binnen. Dan maak het je gemakkelijk. Dan kunnen we een beetje bijpraten. Wat ga je drinken? Sodaatje. Sodaatje? Ja, ik probeer een beetje in conditie te blijven, hè? Sport en zo, hè? Zeg, jij bent hier prima voor elkaar. Ja, hè? Ik ben ook geen lopend patiënt, maar een drinkend. Houden zo, hè? Dank je. Ik mankeer ook niks. Ik ben hier uit mezelf naartoe gegaan. Hard gewerkt de laatste tijd. 3 jaar lang geen vakantie gehad. Ja, je hebt rode zaken, maar je hebt het niet. Cheers. Cheers. Nou, zou mijn vrouw en ik een cruise gaan maken? Nog ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest. Nou, ik was nog op je trouwen, weet je wel. Ja, maar ik voel me niet lekker. Toen zegt mijn vrouw, ga nou naar een internist voor we gaan varen. Want zo'n scheepsarts heeft alleen maar verstand van matrozenpikken. Ja, zegt het wel. Zeg, ik neem het toch maar in. Natuurlijk. Wat zeiden ze hier? Prima. Prima. Een jonge god met zuiver bloed is in je nevervaten. Als ik wil, mag ik over een uur naar huis. Loos alarm. Loos alarm, net gehoord. Mijn vrouw zal geweldig blij zijn. Nou, dat is dan oké, hè? Prima. Ja, ik blijf nog een paar weken hier voor de rust. Dan maar de volgende boot. Als je echt ziek was geweest, had ik je ook niets verteld. Hier kwam ik voor. Hij is een week in Holland. Goedemorgen, meneer Haverman. Goedemorgen, meneer. Alsjeblieft, de ochtendportie. De dokter zegt dat u beter in bed kunt gaan, hoor. Het is zwaar spul. Ja, ik heb het begrepen, zuster. Dank u. Straks, hè, als het bezoek weg is. Maakt u het niet te lang. Mm-hmm. U moet fit zijn voor de kuur. Ja. Trut. Dan ruk ik die zakken van de verzekering al een poot vooruit. 450 gulden per dag. 462 gulden 50. Wat? Ik doe een verzekeringen. Oh, ja. Weet waar die zit? En wat die van de week doet? Het is Niels, absoluut. Ik moet je wat zeggen. Het is zo'n oude zaak. Je hebt destijds gezworen om hem zo te liquideren. Ik ben niet in orde. Het is zo lang geleden. Ik ben in de Biesbos geweest. Ik kan niet mee. Een oude vent doodmaken. Oh, jawel. Je drinkt te veel. Je doet hier een kuur. Is vervelend, oké. Okay. Maar het is geen excuus. Je bent toch niet zo boer dat je niet meer kan schieten? Je eigen wapen van toen. Het werkt prima. O ja. Je hebt gelijk. Als wij het niet doen, wie dan wel? Overal lopen ze dan vrij rond. In Spanje, Zuid-Amerika, in Duitsland. En hier. Precies. Er moet afgerekend worden voor we de kist ingaan. Ik had niet anders van je verwacht. Mag ik even? Ik wacht op de gang. Bezoeker?
Meneer, u was toch bij meneer Havenman op bezoek? Ja, hij vroeg mij op de gang te wachten. Wat was dat, die knal? Komt u even mee? U was het laatste bij me. Heeft u me aan het suïcidewapen geholpen? Ik. Om zelfmoord te plegen. Ik ben van de verzekering. Dat pleit u wel vrij, hè? Dat is een service die onze maatschappij nog niet verleent. Pardon. Geef maar. Wat had hij? Was het een alcoholist? Nee. Acute leukemie. Hij had op zijn hoogst nog een paar weken. Doodsbang, vooral om het zijn vrouw te vertellen en voor de aftakeling. Hij durfde de laatste weken niet aan. Vandaar. Bang. Nou, een paar dagen later was geweest. En nou zijn we vrij. Doreen. Ben ik zo oud geworden? Ah! Ik herken je meteen. Je bent niks veranderd. Wat een verrassing. Kom binnen. Was je in de tuin bezig? Ja. Zullen we daar gaan zitten? Ik heb net thee gezet. Ja, dat is goed. Ach ja, natuurlijk. Jij komt in verband met Ben. Hoezo, Ben? Ben Havenman. Stond vanmorgen in de krant dat je was overleden. Volkomen onverwacht stond erbij. Dat moet Ben van ons zijn. Bronzen leeuw, oud KP, dat kan niet missen. Ja, het is Ben. Ach, God. Volkomen onverwacht. Was het zijn hart? Mm-hmm. Ga jij naar de crematie? Nee, ik heb wat anders te doen. Jij? Ach, er gaan er zoveel dood. Fantastische tuin. Ja, dat is mijn trots. Er gaat al mijn tijd in zitten. Die zijn prachtig. Heb je nog nooit gezien? Welke precies? Hier, die zachtrozen. Oh, die heb ik uit Israël. Brachten de kinderen voor me mee. Leuk vakantiecadeau. Ze wonen er. Oh. Maar ga toch zitten. Ja, dat zijn drie keiharde schoffies. Geen oorlog of ze staan vooraan.
Syrië, Jordanië, Egypte. Noem ze maar op. Dat hebben ze zeker van jou. Ja, het zijn echt Amerikaanse Joden. Hartstikke fanatiek. Ze zijn geboren toen ik met Bram in Florida woonde. Maar jij kent Bram toch, mijn man? Nee. Ami hebben hem nog helpen onderduiken. Hij heette toen Henk Meijer. 1,90 meter en zo mager als een lat. Nee, ik kan hem echt niet voor me houden. Ah, dat was die jongen die altijd barstte van de honger... en me dan toch nog zo nodig zijn distributiebonnen moest toeschuiven. Er waren er ook zoveel. Meteen na de oorlog kwam hij me opzoeken. Dan zijn we getrouwd. S'nachts schopte hij me minstens 1 keer in de week bont en blauw. Had hij nachtmerries over de moffen en de kampen. Ah, en toen die koude oorlog uitbrak met Berlijn en de Russen... nou, toen werd het helemaal erg. Trapte hij me iedere nacht het bed uit. Zonder het te weten, de schat. Bij Amerika lag er tenminste een oceaan tussen. Ik heb vaak gehoord dat je landerd was, ja. Toen de kinderen groot waren, gingen ze naar Israël. Wij niet. Zijn we weer teruggekomen, zitten we zo'n beetje half weg. Nergens helemaal thuis en toch gelukkig. Heel gelukkig. Verder niks te melden. En jij? Denk jij nog wel eens aan Ari? Ari? Ach, idealiseert zoveel. Zou je gelukkiger geweest zijn? Ik ben gelukkig. Maar Ari is er niet meer bij. Bij de dodenherdenking probeer ik me wel eens voor te stellen... wat jongens als Ari allemaal gemist hebben na de oorlog. Dan kom je toch nooit uit. De rotzak die hem vermoord heeft, loopt nog vrij rond. Als hij nog leeft, is nou ook een vent van dik in de 60. Ben je stil? Ik heb verder niets te melden. Ik moest hier in de buurt zijn voor mijn werk. Verzekering. En door Ben vanochtend in de krant voelde ik behoefte om naar je toe te komen. Gewoon sentimenteel. Dat zullen we dan maar geloven dat je om mij kwam. En niet om een polis te verkopen. Nee, voor jou. Maar sorry, ik moet weg, anders kom ik te laat voor mijn afspraak. Oké. Ben je een arm? Als ik hier langs als Brammer is, zal hij leuk vinden. Dat zal ik zeker doen. Nou, dag dan. Knap hoor. Hoe heb je het gemerkt? Ik had helemaal geen last van de zon. Je knipperde niet eens. Ach god, ja, daar let je niet op. Was het een ongeluk? Nee. Netvlies begon opeens los te laten. Binnen 2 uur was het gebeurd. Onherstelbaar. De specialist zei dat het een reactie was op de oorlog, spanningen en angst. Dat die schofte na zoveel jaar je leven nog verwoestte. Een soort van tijdbom, die oorlog. Voor iedereen die toen zijn nek heeft uitgestoken. Hoe herkende je me? Je zei direct mijn naam. Je stem. Niks veranderd. Net als vroeger, toen je ons briefde voor we op pad gingen. Ik kom gauw weer langs. Misschien met goed nieuws. Wat je ook doet. Good luck. De kinderen zouden zeggen mazzel en brood. Bedankt.
nieuwe kip. En de jus d'orange is ook op, hè? Op, doe nou. Jus d'orange. Nou, ik heb graag een volle ijskast. Voor als er wat gebeurt. Wat gebeurt? Nou, van alles. Oorlog. Oh, jij met je oorlog. Zo. Dank je. Een jus. En een jus. Heb je vanmiddag nog gebeld op kantoor? Ik was er niet. En gisteren niet. En eergisteren niet. Klopt, ja. Ik was weg voor de zaak. Ze wisten anders op de zaak niet waar je was. Jaloers. Er is geen andere vrouw, hè? Mijn leeftijd. Op jouw leeftijd. Je doet anders genoeg aan je conditie. Lief. Ik weet dat je me niet bedondert. Ik zou het binnen de seconde aan je merken. Oh ja? Waaraan? Aan alles. Ik ken je. Van haver tot gort. Op. Wat ben je aan het doen? Wat voel je je schuld? Zeg nou toch eens wat. Wie niks weet, kan niks zeggen. Zeggen? Verraden, bedoel je? Dat mogen we nooit vergeten. Dat zijn we dan Arie verplicht. Hallo. Oh, wacht even. Wat hebben wij elkaar in een tijd niet gezien, hè? Ja. Kom hier naar binnen. Ja. Ik moet nog iets afmaken voor een partijtje. Voordat die kinderen uit de bioscoop komen. Je bent een beter opa dan ik? Ja, alleen het zijn mijn kleinkinderen niet. Het zijn mijn kinderen. Oh. Ja, laat geluk. Zo. Ik moet doorwerken, anders krijg ik op mijn kop. Koekhappen. Zijn ze gek op? En dan zijn er nog spelletjes. Met een prijs. Studentenhaver. Niels van Arie. Ik weet waar hij is en wat hij doet. Ik heb de wapens opgehaald. Eindelijk kunnen we hem omleggen. Na 35 jaar. Doe niet mee. Huh? Ik wil niemand meer omleggen. Wat ben je opeens ethisch? Opeens? Nou, dat heeft wel even geduurd. Hoeveel mof heb je destijds koud gemaakt? 20, 30? In ieder geval komt er niemand meer bij. Ieder leven is kostbaar. Komt af, seconde. Ik zou eens een keer met mijn vrouw op vakantie. Klapband, ongeluk totaal in de kreukels. Toen ik bijkwam had ik zoveel slangen in mijn lijf, kreeg wel een inktvis. Je vrouw? Dood. Ze was er gecremeerd toen ik bijkwam. Toen ben je met een verpleegster getrouwd. Mm-hmm. Dat is een beetje cliché, hè? Ja?
Oh, maar dan heb ik er nog eentje voor je. Toen ik daar in het ziekenhuis lag, dacht ik, het leven moet doorgaan. Ik heb nooit kinderen willen hebben, maar 10 maanden daarna werd onze oudste zoon geboren. Mag ik wat? Als jij het leven zo de moeite waard vindt, waarom wil je een moordenaar zijn vetten niet geven? Van wie dan? Wie heeft hem gevraagd? Arie. Arie heeft niks gevraagd. Wij hebben een vraag geschreven. Dan ben je het verplicht te over je kinderen. Die zijn 6 en 8. Wat winnen die kinderen dan om mij eens met een vent van 60 koud maken? Om ze te waarschuwen. Als die 30 zijn, dan maken ze hun eigen stomme fouten. Omdat wij het slechte voorbeeld hebben gegeven. We moeten ze pakken die niet gestraft zijn. En wie maken we door die straf weer levend? Arie soms? Als wij ze niet vertellen dat moord nooit loont, nooit, dan leert de jeugd niets van onze oorlog. Ze willen er niks van leren. Ab. Van onze oorlog. Het is al zo vaak gezegd. Het enige wat we van de geschiedenis leren... is dat we er niks van leren. Ja! Zo! Nee! Nee, dat wil ik hebben. Nee, ik ga Misha. Met een leuke poppenkast. Heel goed zo. Ik ga naar de tafel! Moet je je voorstellen, mevrouw. Ja. Dit is een oude vriend van mij. Ab Spoelstra. Ja, kom hier ineens binnenwaaien. Ik ben Tine. Ik ben Ab. Wat lief dat je alles al klaar hebt gemaakt. En koekhappen, dat vinden ze echt prachtig. Zeg, Sees, je doet toch wel mee, hè? Ze rekenen echt op je. Oh. Hij is zo lief met de kinderen. Ja, ze zijn echt gek op hem. Sorry, maar ik moet nu de tuin in. We hebben niks belangrijks te bespreken, hè? Ja, komt u vanavond om 8 uur anders even terug. Dan liggen ze toch allemaal voor. Jongens, kom op! Weet je dat je er eigenlijk veel te gezond uitziet voor een vent van 60? Wedden dat jij nog een conditietraining doet? Ja. Voor mij ben jij bang om oud te worden. Dat is onzin. Voor mij leef je nog in het verleden. Helemaal niet. Ik denk vooruit. Aan morgen. Morgen bestaat niet. Voor jou is morgen een herhaling van gisteren. Dat is onzin. Ik besef mijn verantwoordelijkheid. Omdat ik niet vergeet wat er allemaal is gebeurd. Ik sta klaar voor wat er komt. Maar wat dan? Voor de volgende oorlog? Die is toch altijd anders dan de vorige? Zinloos. We worden nou eenmaal oud, jij en ik. Alleen, ik heb er vrede mee en jij niet. De oorlog was jouw mooiste tijd. En die wil je weer terug. Ik doe niet mee. Doe ik het alleen. Bang, bang, bang! Is het jouw zoon? Ja, dat is 10-jarige. Dat is je vader, hè? Leuk, joh. Ik heb zo'n honger. Papier hier. Fruit, ik vind het zo lekker, jongens. Fruit, no. Gaat u maar hoor. Je mag hem jetzt een kleine rondvaart om die Efteling.
Vuile fascist, die pakken we. Hoe dan ook. Hé, hey, Jezus, maar het is alleen maar om te lachen. Wat krijgen we nou? Wat ziet Beatrix en André vandaag? Nog een blikje, meneer. Die is van vorige week, moe. Die heb je al. Vorige week? Nee, hoor. Vorige week ging over Martine Bijl. Die zou wat hebben met die lange. Nou, hoe heet je nou? Die lange van de Mounties. Wel, nee, die lange is prins Pieter, die niet meer piano kan spelen, omdat hij ongeneeslijke handen heeft. Wat een lijden, hè, K, aan je handen. Ja, zeg dat wel. Geld maakt niet gelukkig. Nee, maar het is wel gemakkelijk als je het hebt. Deze nemen we. Oh, kijk eens. Marco Bakker zal nooit meer zingen. Ja. Maar dan gaan we foonplaatje. Oh, draaien we op de stereo. Fantastisch. Ja, deze nemen we ook. Even kijken. Nog meer? Nee, dit is wel genoeg. Dat is dan 12,75. En een stiekje erom? Hier zijn er 13. En een kwartje alsjeblieft. Mag ook 5 stuivers zijn. Twee dubbeltjes en een stuiver. Ja, al 25 losse centen, tante Cor. Dat ga je uit een hang niet schreef. Wat kan ik voor u doen, meneer? De revolutie interesseert de arbeiders ook geen pest, hè? Hier is onvoordelig inkoop geweest. Serie prachtbanden over de revolutie die niet aan de man te brengen zijn. Wat kan ik voor u doen? Hé, kijk nou eens, een eerste druk. Het is antiquarisch. Staat hier al jaren. Zonder dat iemand ze ooit koopt. Laat staan in de praktijk brengt. Nee, ze kopen liever deze rotzooi hier. Dan Marx met zijn revolutie. Ab. Ab van de KP. Ik dacht dat je me nooit zou herkennen. Ja, ik ben veranderd. Maar je moet maar denken, op hersens groeit geen haar. Hè? Op zandgrond ook niet. Wou je die boeken soms allemaal kopen? Kun je ze uitdelen aan je kapitalistische vriendjes? Die hebben ze allemaal al. Of anders hun kinderen wel. Ik kom je halen. Ik heb hem gevonden. Niels. Hij is in Nederland, nog anderhalve dag. Ik heb je wapen opgehaald en we gaan er nu op af. Je kan geen nee zeggen. Je bent verplicht tegenover Arie. Wat moet je eigenlijk van me? Ben je gestuurd om te provoceren of zo? Gelul. Het gaat precies om wat ik zeg. Niels is in Amsterdam. Zo, hou je gemak door het ding weg. Dat meen je toch niet, hè? Verdomme, meent het. Tuurlijk. Nee, ik doe niet mee. Dus voor deze rotzooi heb je je leven gewaagd. Verkoopt goed hoor, loopt als een trein. Ja, dat zal wel. En ik moet ook, want mijn zoon studeert medicijn en betaalt alles zelf. Kan hij later zo beginnen, als hij klaar is. Zonder 1 cent schuld. Wat is er nou echt veranderd na de oorlog? De fascisten die toen voor het zeggen, hebben u weer voor het zeggen. Alleen hebben ze nu een grotere bek. En ze houden de mensen stom. Dat is zo. Waar doen ze dat mee? Met die lulkoek die jij verkoopt. Wat hebben wij destijds tegen elkaar gezegd? Die smeerlappen uit de oorlog zullen nooit rust krijgen. Nooit. Weg met de fascisten. Of niet?
Jij kan er nog wat van. Niks veranderd. Vaste hand verlies je niet, hè? Alleen vroeger was het beheersing en nu is het reumatiek. Meine Damen und Herren, wir sind hier in het älteste deel van Amsterdam. Dat kunt u zien, denn hier geht man überall die älteste Gewerbe der Welt nach. Wir gehen jetzt ins Sextheater Di Caso Rosso und wünschen Ihnen viel Vergnügen. Mal helfen? Oh, das ist freundlich von Ihnen. Hm? Vielen Dank. Ich schleppe mich noch tot mit meinem Mann. Er musste mit auf Ferien gehen und mit aller Gewalt nach Holland. Oude Vaterland trekt, hè? Niels? Wow. Verrek, hij herkent ons. Tuurlijk. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Is dat nog wat voor Ihren Mann, so eine Sexclub? Er findet es schön. Er kann sich nicht mehr so gut bewegen. Schlaganfall. Aber im Kopf ist er noch klar. Nicht wahr, mein Kleiner? Fräulein, Fräulein, helfen Sie mir mal bitte. Fräulein! Schiet maar. Maak me maar dood. Alsjeblieft. 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 Zo, so, samen. Waarom heb jij niet geschoten? Jij? Veel rotter voor als je zo blijft leven. Als je hem doodschiet, zou je hem alleen maar een plezier doen. Dat die schof nog eens zo aan zijn eind zou komen. Prima. Het kon niet beter. Wat je kan doen? Nee, dank je, ik heb geen fooi nodig. Als ik je verzamelde werken van Marx en Lenin voor je zou kopen? Is niet te koop, krijgt mijn zoon als hij is afgestudeerd. Leest hij nooit? Weet je nooit.
Thank you.